Dit is een aandachtskunde podcast voor het VWO, een leefomgeving. Vanuit de methode Wereldwijs is dit hoofdstuk 12. Centraal examenstof, dus voor elke andere methode ook te gebruiken. Paragraaf 2 tot en met 6, dat is het gehele gedeelte wat je voor je examen moet weten. En dit is dus paragraaf 5, waar we gaan kijken naar de vraagstukken die er in de middelgrote en grote steden van Nederland heersen. Want er zijn natuurlijk een aantal problemen in steden, jullie wel bekend, maar we proberen het aan de hand van deze podcast toch een beetje gestructureerd weer te geven. Van ja, welke samenwerkingen zijn er eigenlijk tussen steden? Want dat moet allemaal geregeld worden. Hoe probeert men al die vraagstukken aan te pakken? Welke methodiek heeft men daarvoor? En hoe probeert men in de Randstad het voorzieningsniveau op peil te houden? En is creativiteit de sleutel tot het succes? Alle middelgrote en grote steden hebben vergelijkbare problemen. Als je gaat kijken naar afnemende bereikbaarheid, dan klopt dat. Als je kijkt naar ruimtegebrek, dan klopt dat. Omgaan met groepen mensen met een andere culturele achtergrond, dus het integratieprobleem, dat zie je bijna in elke stad zie je dat terug. En ze moeten de economie vernieuwen, omdat ze anders internationale concurrentiekracht verliezen. En dat heb je ook in bijna alle steden. Maar dan ga je kijken, hoe probeert men dan dat op te lossen? Heel vaak is dit niet proactief, maar reactief. Er ontstaat een probleem, bijvoorbeeld afneembare bereikbaarheid, dan ontstaat er een vraagstuk, congestievraagstuk, en dan probeert men dat op te lossen. Zo zie je dat met bestemming, stedelijke functies, multiculturele samenleving, het behoud van concurrentiekracht, en bestuurlijk daadkracht en samenwerking. Daar ontstaan dus vraagstukken uit die burgemeesters, wethouders, provincie proberen op te lossen voor de stad. Men moet wel samenwerken. Ik zei net al steden en provincies, want concurrentie en samenwerken, dat stopt niet bij de grens. Je moet meerdere gemeentes laten samenwerken om tot een hoger doel te komen. En dit noemen ze bestuurlijke netwerken. Samen bijvoorbeeld het congestieprobleem aanpakken. Je kunt wel zeggen, ik noem maar wat de A2, heel veel files. Alleen het gedeelte van onze gemeente pakken we aan. Zodra onze gemeente ophoudt, stoppen we ermee. Dat is een beetje een rare aanpak. Dat is net als waterschappen. Dat is ook overschrijdend aan provinciegrenzen. Dat moet gewoon samen worden aangepakt. Maar we moeten ook kijken van welke ondersteuning kun je bijvoorbeeld de belangrijkste stad in de regio bieden. Als in dit geval Amsterdam de belangrijkste regio is en belangrijkste stad, wat kan Zaanstad, wat kunnen ze zelfs in Bussum, Laren enzovoort betekenen voor Amsterdam? We gaan even een paar belangs. Het congestievraagstuk, het filevraagstuk is wel een belangrijk issue. Er zijn heel veel gedachten erover. Bijvoorbeeld kilometerheffing. Dat hebben ze in Duitsland al toegepast. Dan krijg je een soort van kastje of het kenteken wordt gewoon via camera geregistreerd. En hoe meer je rijdt, hoe meer je betaalt. Dat kan ervoor zorgen dat mensen zeggen van, hey, ik ga niet meer met de auto, want dat wordt mij te duur. Op die manier kun je het congestievraagstuk aanpakken. Maar dan moet wel iedereen daarmee eens zijn. In ieder geval waar die weg loopt en de regering. En je kunt ook het wegennet gaan uitbreiden. Want je kunt zeggen, doordat er files zijn, betekent gewoon simpelweg dat er te weinig wegen zijn. Dat is ook een manier om ergens tegenaan te kijken. Maar ook moet je kijken naar wat kun je doen om de hoge snelheidslijn te verbeteren, zodat dat aantrekkelijk wordt. Dit is wel PPS, daar komen we straks op terug wat PPS is. Maar dat is een mogelijkheid om de Randstad bijvoorbeeld en de omliggende gemeentes, om uit te breiden. En we kunnen het OV beter maken. Want dan belast je dus het wegennet minder, omdat het OV aantrekkelijk wordt. Dat is allemaal nog niet het geval, maar dit zijn allemaal bestuurlijke vraagstukken, congestievraagstukken, die men niet alleen kan bepalen als stad zijnde, maar moet men het breder zien. Als we dan over samenwerking hebben, dan is dit wel een goed voorbeeld. Net al genoemd, PPS, publiek-privaat samenwerking tegenover bestuurlijke netwerken.
Het zijn geen vijanden van elkaar, maar het is wel een verschillende vorm van dingen voor elkaar krijgen binnen steden. Als we het hebben over publiek-privaat samenwerking, dan moet je het zo zien dat je hebt het bedrijfsleven en je hebt publiek, dus oftewel overheid tegenover aantal bedrijven, die samen verder komen dan ze individueel kwamen. Dus 1 en 1 is niet 2, maar is 3, want samen kun je veel meer bereiken. Amsterdam Arena is daar een voorbeeld van. In Groningen de Euroborg. Verschillende van dit soort grote bouwwerken waarbij scholen, overheid, commerciële partijen samenwerken en daar allemaal geld in steken en daardoor iets voor elkaar krijgen. Het betekent dus dat er dingen komen die anders niet konden gerealiseerd worden. En het nadeel meteen is, je hebt meerdere partners, dus ook meerdere belanghebbenden. Dus in de arena moet goed worden afgesproken wanneer er gevoetbald kan worden en wanneer bijvoorbeeld de toppers daar een concert kunnen doen. En ook wie is er dan verantwoordelijk voor de grasmat. En dat verdraagt elkaar niet altijd goed. Dus misschien dat dat al een reden is, praten over 2015, dat daarom Amsterdam, of in ieder geval Ajax, zo'n grote rekening heeft, althans hun rekening aan het spekken is met al die miljoenen zonder dat ze dat uitgeven. Want als ze de hele arena kunnen overnemen, dan zijn zij eigenaar en bepalen ze wat ermee gedaan wordt. En misschien kunnen ze dan financieel in de toekomst meer betekenen. Dus misschien zit er nog wel iets achter dat Ajax zoveel geld op de bank heeft staan. Dit voor de Ajaxiden onder ons. Bestuurlijke netwerken heeft ook voordelen, want de overheid geeft goedkeuring en zal het ook steunen. En zal het dus waarschijnlijk ook beter onderhouden. En de overheid weet als het goed is wat het beste is voor de regio. Ook het beste voor binnen bestemmingsplannen en binnen streekplannen. Nadeel is wel dat als de overheid er geen geld voor heeft, dan komt het er niet. En je moet dus ook de juiste mensen in het gemeentebestuur hebben zitten om iets voor elkaar te krijgen. Want door bepaalde verkiezingen, gemeentelijke verkiezingen, kan het maar zo zijn dat projecten van de baan raken. Dus dat is het nadeel. Als je gaat kijken tussen verschil tussen stedelijke netwerken en netwerksteden, is dat wel even belangrijk. Het lijkt heel erg op elkaar. Ook, het is eigenlijk gewoon het omdraaien van het woord, maar er zit echt wel verschil in en dat moet je ook weten. Stedelijke netwerken, dat zijn netwerken die samenwerken op vrijwillige basis, omdat ze affiniteit met elkaar hebben en dat ze elkaar kunnen aanvullen. Hier zijn een aantal stedelijke netwerken weergegeven. Voorbeeld de Randstad, Brabantstad, en Twente, maar ook Assen, Groningen. Die werken samen omdat ze qua kennis, qua achtergrond, ontstaansgeschiedenis, qua mogelijkheden zien dat ze elkaar kunnen helpen. En dan gebeurt dat vrijwillig. Daartegenover, en dan hebben we het over netwerksteden, oorspronkelijk ontstaan vanuit de wet gemeenschappelijke regeling plus, vanuit de overheid gestuurd en dus ook gekozen door de overheid. Financiering door de overheid, dus er is misschien iets meer mogelijk. En als we die kaartjes erbij pakken, dan zien we aantal stadsregio's die bijvoorbeeld binnen eigenlijk de vorm van netwerkstad vallen. Je ziet ook overlap. En dat is logisch, want als Twente zelf ziet dat er veel te halen valt in die regio, dan is het soms ook door de overheid gekozen. En dan heb je dus dubbele investeringen in zo'n regio. En dan kan er dus iets gebeuren. Als we kijken naar de functies van de stad, dan zien we er een aantal, en zo zijn er nogal veel te bedenken. Multifunctioneel. Het is niet alleen voor te wonen of alleen voor te winkelen. En elke stad heeft zo, als je kijkt naar dit alles, zijn of haar verzorgingsgebied. Misschien een bekend begrip, verzorgingsgebied, rijkwijde, drempelwaarde, maar wordt nog even uitgelegd. Als we hier gaan kijken naar het verzorgingsgebied van bijvoorbeeld Zwolle, dan zie je dat Zwolle de primaire stad is, met Meppel als secundair regionaal centrum. En eigenlijk kun je ervan uitgaan dat mocht je voor je primaire goederen, dus dat is een hoog niveau,
dat je naar Zwolle toe gaat als je binnen dit verzorgingsgebied woont. Dus zit je ergens bij Staphorst, zit je bij, ik noem maar wat, net erbuiten Berken, maar ook Meppel, dan ga je naar Zwolle toe. Dichtstbijzijnde grote stad. En dan hebben we het over rijkwijde, want de rijkwijde is hoe ver jij eigenlijk wilt reizen voor een bepaald product. Kijk, er zijn bijvoorbeeld een paar dingen die een verzorgingsgebied overstijgen. Mocht er maar één garage zijn waar je bijvoorbeeld spijkerauto's kunt kopen, dan is de rijkwijde natuurlijk landelijk. Maar mocht er in verschillende steden een soortgelijke voorziening zijn, dan geldt dit. De rijkwijde is dus de hoe ver men ergens voor wilt reizen. En voor een broodje is dat minder ver dan voor bijvoorbeeld een televisie of voor een auto. Daar is men bereid om verder voor te reizen. Ook voor school. En je moet het zien als een basisschool, een middelbare school en een universiteit. Daar neemt de rijkwijde ook toe. De rijkwijde voor gebieden in Noord-Nederland zijn veel groter als we kijken naar de rijkwijde binnen de Randstad. Dat komt ook omdat er meer mensen zijn. En omdat er meer mensen zijn, wordt eerder de drempelwaarde behaald. En drempelwaarde is eigenlijk minimaal aantal klanten wat je eigenlijk moet hebben, wil je een bepaalde functie in stand houden. Een school heeft zoveel kinderen nodig. Nou, als die kinderen niet binnen 10 kilometer te vinden zijn, dan hoop je maar dat ze binnen 25 kilometer te vinden zijn. Want dan kun je je school bijvoorbeeld wel laten draaien. En zo geldt dat voor meerdere voorzieningen. Belangrijk om te weten, en daar kun je ook verklaren waarom bijvoorbeeld er meer IKEA's in de Randstad zitten dan in Noord-Nederland. Omdat de rijkwijde is er langer en dat komt ook omdat de drempelwaarde minder snel gehaald wordt. Op dit moment zie je in heel veel steden dat de trend autovrij is. En dat is in het kader van winkelgenot. Dus niet dat je tijdens het winkelen moet opletten dat er allerlei auto's tussendoor gaan met allerlei uitlaatgassen. Zeker omdat in sommige steden ook de terrassen vrij zijn gegeven, is het fijn dat dat autovrij is. Maar er ontstaan dan wel problemen in de levering. Dus er moet een perfect systeem ontstaan dat leveren van goederen, dat dat 's nachts gebeurt. Of juist in uren dat de winkel gesloten is. Omdat dat vrij lastig is, kan het maar zo zijn dat eigenlijk de reden is dat er steeds meer meubelboulevards buiten de stad ontstaan. Het zijn niet de A-locaties in het historisch hart van een stad, maar aan de buitenkant waarbij je direct van de snelweg kunt parkeren, vaak ook gratis. En je hebt alle ruimte om naar de IKEA, naar de keukenboulevard of weet ik veel wat. Mediamarkt zit daar vaak ook. Daar kun je dus makkelijker naartoe. En dat zijn er vaak van bedrijvenachtige statische panden. Wat mooi is natuurlijk altijd subjectief, maar het is een bepaalde uitstraling die het kweekt. En natuurlijk, tweede paasdag knijt het druk, dus kom dan niet. Als we het over een ander vraagstuk hebben, het sociaal-cultureel vraagstuk, dat is natuurlijk de multiculturele samenleving, waarbij inmiddels in Nederland ontzettend veel verschillende culturen aanwezig zijn. Niet dat dat eerder niet het geval was, alleen toen waren het grootste gedeelte van de Nederlandse vreemdelingen, om het zo te noemen, waren West-Europees of hadden westerse cultuur. En nou, sinds eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog met de komst van gastarbeiders, een aantal vluchtelingen die gekomen zijn, hebben we een multiculturele samenleving. Ik vergeet natuurlijk ook de verschillende kolonies te noemen. Maar dat maakt Nederland tot een land met verschillende culturen. Hier zie je het percentage ook. En dan zie je duidelijk dat in de Randstad een hoger percentage is. Als je buiten de Randstad komt, vooral in de steden. Omdat daar het goedkope werk waarbij je weinig opleiding voor nodig had in de oude industrieën. En daar zijn veel toenmalige gastarbeiders naartoe gegaan en die zitten daar nog steeds. Multiculturele samenleving, je kunt van twee kanten bekijken. Natuurlijk is er nu de discussie
van moeten we de grenzen open of dicht houden, maar het is en blijft een verrijking voor de Nederlandse cultuur. Denk maar aan hoe wij vanaf 500 jaar geleden ongeveer op zoek zijn gegaan naar andere culturen, handel hebben gedreven en wat onze Nederlandse cultuur eigenlijk is, dat een mengelmoes is van allerlei andere culturen. En dan moet je denken aan kleding, eten, muziek enzovoort. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk ook het probleem als je het hebt over ruimtelijke en sociale segregatie. En dat alles werkt polarisatie in de hand waarbij partijen tegenover elkaar gaan staan, omdat men eigenlijk niet meer elkaar begrijpt, vervreemding is ontstaan en de kans tot saamhorigheid is ver te zoeken. Als we het hebben over segregatie, dan komt dat heel duidelijk naar voren in de verschillende grote steden. U kunt allemaal hier de percentages zien, maar wat ook opvalt is dat er echt een spreiding zichtbaar is van waar zitten de niet-westerse allochtonen en waar zitten de westerse allochtonen. En dus ook gescheiden van elkaar. En dat heeft natuurlijk te maken met de duale arbeidsmarkt. Het is wel handig om goed naar te kijken, want als we binnenkomen bij opleidingsniveau en beheersing taal, dan heb je eigenlijk twee mogelijkheden in je leven. Heb je een hoog opleidingsniveau en heb je een goede beheersing van de taal, in dit geval het Nederlands, dan zijn jouw kansen hoog kansrijk als je het hebt over de arbeidsmarkt en ook op de arbeidsmarkt vast werk, vaste beloning, carrière mogelijkheid, bijscholen en dan hoor je bij het bovenste segment, het primaire segment. Beheers je de taal niet, vaak weinig kans op de arbeidsmarkt daardoor en dan kom je eigenlijk het secundaire segment met weinig vast werk, losse contracten, vaak werkeloos, ongeschoold werk, weinig carrière mogelijkheden. En zolang opleidingsniveau en beheersing van taal, dat al een achterstand is, is het heel lastig om het verschil te compenseren. En al is het gelijk, dan is er natuurlijk altijd wel een vorm van discriminatie, zelfs in Nederland, dat de kans dat een niet-westerse allochtoon wordt aangenomen kleiner is dan überhaupt een autochtoon of een westerse allochtoon. Dus door middel van opleidingsniveau en beheersing van taal ontstaat er discriminatie op de arbeidsmarkt. En wil je dat oplossen, zou je dus aan beheersing van de taal en opleidingsniveau van de verschillende groepen moeten werken. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan en wij hoeven ook niet de politiek te spelen, maar dat je het wel realiseert. En want als we gaan kijken naar het hoogst behaalde opleidingsniveau en we vergelijken niet-westerse allochtonen met autochtonen en westerse allochtonen, dan zie je dat van het moment dat we het hebben over de HAVO en over het HBO, dat de percentage die het haalt van de autochtone Nederlanders en de westerse allochtonen hoger is dan de niet-westerse allochtone Nederlanders. En dat betekent dus dat ze minder kans hebben op hooggeschoolde banen. En ook als je gaat kijken naar deelname, dus arbeidsparticipatie van autochtonen tegenover niet-westerse allochtonen, dan zie je heel duidelijk dat heel veel daaronder zit. Eigenlijk alle groepen die erbij zitten, zitten eronder. De Surinamers en de Antillianen zitten hoger dan de Turken en Marokkanen. En dat is ook een reden dat die de taal al machtig zijn en daardoor meer kans hebben. En voor Turken en Marokkanen, waarbij de eerste gastarbeiders niet eens van plan waren om te blijven en zich weinig hebben aangepast, en pas vanaf het moment dat ze mochten blijven, is die achterstand ontstaan. En nog steeds niet helemaal weggewerkt. Als we gaan kijken, en dan tot slot, creativiteit als sleutel tot succes, dan zou het wel eens dit de oplossing kunnen zijn. Want in aantallen gaan we het niet redden. We hebben veel hoogopgeleide mensen. Als je die bij elkaar zet, kun je door kruisbestuiving binnen de creatieve beroepen kun je iets creëren wat een ander nog niet heeft bedacht. Want simpel gezegd, in Azië kopiëren ze alles en ze zijn met veel meer, dus qua aantallen ga je het niet redden. Dus je moet
qua kennis, qua creativiteit, qua manier van denken, moet je zorgen dat je daarboven komt te staan. Veel gebruik maken van agglomeratievoordelen. Dus dat betekent dat je in één pand schoonmakers deelt, dat je ruimtes, vergaderruimtes deelt, ook van elkaar gebruik maakt en om zo inderdaad weer kruisbestuiving om tot iets nieuws te kunnen komen. Wat ook belangrijk is, is dat rijkere mensen cultureel aanzien hebben, althans aanzien, ik noem het even cultureel aanzien, maar die rijkere mensen geven veel meer geld aan cultuur uit en dus ook in de stad dan wat armere mensen, natuurlijk omdat ze minder te besteden hebben, maar als we naar de Schouwburg gaan, dan pakken we ook even een drankje, dan eten we ook even in een stad en daar profiteert dus de stad van. Dus als je een tentoonstelling hebt, dat trekt mensen van buiten de stad die in de stad meer dan alleen die tentoonstelling zien als uitje, maar ook de stad erbij pakken. En dan kun je dus creativiteit als lokmiddel voor de stad gebruiken. Als we gaan kijken naar de kenniseconomie, dan heb je twee vormen. Je hebt kennisintensieve sector en je hebt creatieve bedrijvigheid. Waarbij kennisintensieve sector bijvoorbeeld de Universiteit van Eindhoven, in ieder geval Eindhoven als geheel daar, dat men wil uitbreiden, men wil een nieuw dynamisch stadsdeel Eindhoven creëren, waarbij innovatie, onderzoek, high-tech, dat hoog in het vaandel staat, en waarbij dus fantastische dingen moeten ontstaan. En dat is goed aan de snelweg, bij het spoor, goede bereikbaarheid, moet er nu nog komen. En tot 2030 gaat daar een project van heb ik jou daar beginnen. Als we dan gaan kijken naar creatieve bedrijvigheid, wat ook belangrijk is, wat we net al zeiden met creatievelingen geven veel geld uit, relatief. Duidelijk dat Amsterdam de creatieve stad is, de stad met kunsten, media, entertainment enzovoorts. Dat de afgelopen 10, 20 jaar gegroeid is. Daar zit ook nog groei in, al wil de regering bezuinigen op cultuur en het toch belangrijk vinden. Dat is een beetje raar op dit moment natuurlijk. Maar dan zie je dat creatieve bedrijvigheid, dat vooral ook in de Noordvleugel van de Randstad plaatsvindt. En wat minder in de rest van Nederland, maar niet dat het niet plaatsvindt. Maar het centrum ligt natuurlijk in de Noordvleugel en Amsterdam. Ze hebben gekeken naar verschillende samenwerkingen binnen de Randstad als het ware. Hoe men door middel van vraagstukken stedelijk probleem probeert aan te pakken. Hoe men de voorzieningspeil op peil wil houden en hoog op niveau. En tot slot waarom creativiteit als sleutel tot succes kan leiden in de steden in de Randstad. Maar ook in de steden daarbuiten natuurlijk. Goed, dit was mijn podcast over paragraaf 5, over vraagstukken van grote en middelgrote steden. Abonneer je op mijn YouTube kanaal, blijf op de hoogte en dan wens ik je heel veel succes met het leren.